Hallo allemaal, daar zijn we weer voor het tweede deel van deze vrijwilligersdag. Ik hoop dat jullie allemaal iets lekkers voor je neer hebben gezet. Lekker kopje koffie, lekker kopje thee. Normaal gesproken krijgen jullie dat van ons, maar we hopen dat in een volgende editie van de Vrijwilligersdag live met jullie te kunnen doen. Welkom ook aan de nieuwe mensen die in deze tweede ronde zich hebben aangemeld. Hartelijk welkom. We gaan zo meteen luisteren naar een presentatie, een lezing die gaat over de sporen uit de Koude Oorlog. Die wordt gegeven door Peter de Lamar, erfgoedpromotor zoals hij zelf zegt. En de organisator van het themajaar Koude Oorlog van vorig jaar. Dat hij samen met de provincie Utrecht heeft georganiseerd vorig jaar. Hij zal een half uur zich onderhouden met ons. En het is aan u de kans om tijdens de presentatie die hij geeft vragen op te stellen en die alvast op de chat te zetten, zodat mijn collega's die kunnen verzamelen. En dan kunnen we na afloop van de presentatie die vragen die u allemaal heeft aangegeven bij ons, kunnen we daar de leukste en de meest spannende van behandelen. Ik heb het over de meest spannende, dus ik raad u aan om niet te vragen hoe warm het was tijdens de Koude Oorlog. Want die vraag zullen wij niet in behandeling gaan nemen, maar dit geheel terzijde. Volgens mij is dit de opmaat naar Peter, die inhoudelijk zal gaan onderhouden. Dames en heren, jongens, meisjes, ik geef u heel graag het woord aan Peter de Lamar. En hij zal, daar waar ik hem niet goed heb geïntroduceerd, zichzelf nog even introduceren. Maar nogmaals, hij was de grote organisator achter het themajaar Koude Oorlog 2019... Peter, mag ik je uitnodigen? Graag. Goedemiddag. Mijn eigen eerste ervaring met de Koude Oorlog had eigenlijk niets te maken met dreiging. Het had te maken met kerstverlichting. Ik zal een jaar of 10 geweest zijn en mijn ouders namen mijn broertje mij mee naar de Amerikaanse woonwijk in Soesterberg. En we keken daar naar alle elandjes en kerstmannetjes aan de muur en aan de gevels. Een fenomeen wat toen in Nederland nog lang niet zo bekend was als nu. De vliegbasis zelf was in de jaren hermetisch afgesloten. Als je geluk had, zag je als kind misschien een auto rijden achter het hek of een paar booskijkende soldaten, maar verder zag je niks. En ik vind het daarom extra leuk dat ik nu, meer dan 30 jaar later, beroepsmatig met hetzelfde onderwerp actief ben. Mijn naam is Peter de Lamar. Ik ben opgegroeid in Zeist. Ik ben planoloog van huis uit, ruimtelijke ordening. Ik heb 20 jaar bij een bank gewerkt. En heb 2 jaar geleden besloten om van mijn hobby meer mijn werk te maken. En toen ik hier net naartoe fietste, naar dit prachtige landgoed Oostbroek, om te praten over mijn passie, toen dacht ik, nou, dat doel ligt in elk geval op schema. Ik kijk even naar de techniek. Ik heb nog geen sheets in beeld van mezelf, dus ik vind het lastig om nu door te klikken. Ja. Mijn betrokkenheid bij de Koude Oorlog heeft te maken met het themajaar. Ivo zei het al. Samen met Marjolein van der Kemp heb ik invulling mogen geven aan dat themajaar van de provincie. En dat had eigenlijk een aantal aanleidingen. Een ervan is dat de NAVO 70 jaar bestond. Een andere was dat de muur 30 jaar geleden gevallen was. Maar er zat ook een diepere zorg onder dat de erfgoedrelicten die nog herinneren aan die fascinerende tijd eigenlijk in rap tempo verdwijnen. We houden eigenlijk te weinig van die Koude Oorlog. En dat is eigenlijk wel logisch, want de Koude Oorlog is natuurlijk in Nederland voornamelijk een dreiging geweest. En daardoor zit die periode veel minder in onze haarvaten verankerd dan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Wat ook meespeelt is dat het erfgoed vaak beperkt, laat ik het zeggen, beleefbaar is. Je ziet er een blauwe deur en dan wordt er verteld dat er een schuilkelder achter zit. Maar je komt die kelder zelf niet in. En dat maakt het soms dat je wel heel veel fantasie nodig hebt om die spanning van die Koude Oorlog zelf te ervaren. Dus de kunst is om dat vlammetje te laten ontbranden. En Marjolein en ik hebben dat vorig jaar gedaan met een heuse Open Monumentendag special en een 2-daags event op de vliegbasis. En mijn persoonlijke hoogtepunt tijdens die 2 dagen was dat ik heb mogen rijden met de grootste radiografisch bestuurbare auto ter wereld. Een aantal van u kent misschien de discussie van de provincie met dit kunstwerk. En de afloop inmiddels bekend, maar deze foto neemt niemand mij in elk geval nog af. Goed, laten we starten. Ik vind het lastig om u niet te zien, maar dat had Mark Rutte ook. Ik denk, nou, als het hem lukt, dan wil ik het ook proberen. Ik ken ook de verleiding als je aan de andere kant zit, dat het heel verleidelijk is om even je mail te doen. Dat is uiteraard helemaal aan u. Maar ik ga proberen om de verleiding te weerstaan door een lekker tempo te handhaven met veel sheets en veel plaatjes. Wat gaan we doen?
Ik neem u kort mee in de kaders van de Koude Oorlog. Zal van ongeveer over hetzelfde hebben. En dan ga ik u ook zo 3 vragen stellen. Dus houdt uw handen bij de knoppen. Dan kunnen we het lekker interactief maken. Ik neem u vervolgens mee met een tour door de historie. Langs de belangrijke mijlpalen van die Koude Oorlog. Die ook het uiting komen in de storymap die we samen met de provincie hebben gemaakt. En na afloop, Ivo zei het al, is er ruimte voor vragen. De kaders. De definitie krijgt u van mij. Er zijn boeken volgeschreven over die Koude Oorlog, maar met deze ene zin vang je eigenlijk al heel veel af. De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede. Het was dus geen oorlog, maar het was ook geen vrede. Het was vooral een periode van dreiging. En nu een vraag aan u. Het was een strijd, maar tussen wie ging die strijd eigenlijk? Zou u eens op uw kanaal, YouTube, Facebook, de site kunnen aangeven wat volgens u de 2 kampen waren in die Koude Oorlog? Dan kijk ik even wat er zo al binnenkomt. Ja, daar komen ze. Ik zie Amerika, Rusland, Amerika, Sovjet-Unie, Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Oost, West, NAVO, Warschau-pact. Ik denk dat het allemaal goed is. Zelf zou ik het liever hebben dat het geen strijd was tussen 2 geografische gebieden, maar meer tussen 2 ideologieën. 2 wereldbeelden. Met aan de ene kant het kapitalisme, met de Amerikanen uiteraard als leidend land. En aan de andere kant het communisme met de Sovjets als trekkende natie. Wanneer startte de Koude Oorlog? Welk jaartal komt er bij u op? Laat nog eens weten in de chat wat u denkt dat het startjaar van de Koude Oorlog was. Nou, dat lijkt eenduidiger. Ik zie Julian als eerste met 1945. Ja, heel veel 1945. Dat antwoord zou ik zelf ook geven. Dat betekent niet dat het enige goede antwoord is. 1917 zou je ook kunnen noemen, hè, de Russische Revolutie. Dat is natuurlijk ook een moment geweest dat eigenlijk al de basis werd gelegd voor wat later zou uitgroeien tot de Koude Oorlog. Maar 1945 is een mooi markeerpunt. De naties waren verslagen en de grootmachten kregen tijd om zich met elkaar te gaan bemoeien. 1945 markeert ook mooi de 3 oorzaken die in de literatuur vaak worden genoemd over hoe die Koude Oorlog is ontstaan. Misschien is het goed dat ik nu even zelf in beeld ben. De 3 oorzaken is dat één is, hebben we het Westen, die zeiden van nou kijk nou eens naar die Sovjets. Hoe agressief die hun invloedssfeer aan het uitbreiden zijn in het Oostblok. Daar moeten we wat tegen doen, hè? Het is de schuld van het Oosten. Maar het Oosten zei van ja kijk nou eens andersom. Die Amerikanen zijn met die Marshallhulp het hele Westland inpalmen. Ze hebben monopolie op de atoombom, daar moeten we wat tegen doen. En er is nog een 3e oorzaak die zegt eigenlijk van ja, er was niet echt sprake van 1 partij die schuld had. Er was nu eenmaal een machtsvacuüm in West-Europa, omdat Duitsland was weggevallen en Frankrijk was weggevallen. En dat gat moest worden opgevuld en het is onvermijdelijk dat er enige spanning en conflict bij komt kijken. Nou, het is aan u welke van de 2 verklaringen u het meest aanspreekt. Dan het einde van de Koude Oorlog. Welk jaar komt er dan bij u op? Even kijken. 1989 komt binnen. Nou, dat zal de val van de muur zijn. 1991, einde Sovjet-Unie. Ja, ik denk dat het interessante van deze vraag is of überhaupt de Koude Oorlog wel is afgelopen. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, als je kijkt hoe Poetin zich nu op het wereldtoneel onderscheidt, wellicht is de Koude Oorlog wel een tijdje wat naar de achtergrond verdwenen geweest. Maar zijn de onderliggende oorzaken nog steeds aanwezig en kan die zo weer in alle hevigheid opladen? Nou, ook aan u weer welke verklaring u het meeste aanspreekt. Goed, dat waren de kaders. Toen kreeg ik de vraag van het landschap Erfgoed Utrecht van joh Peter, als je hier toch bent, zou je ons eens mee kunnen nemen in de belangrijke momenten van die periode. En ik weet niet of u de digitale erfgoedcoaches kent, Marianne de Rijk en Mieke Heurneman. Mijn ervaring is dat nee zeggen tegen één van beiden al lastig is, maar tegen allebei ben je volkomen kansloos. Dus ik ga ervoor. Eigenlijk is het dus nu 50 jaar wereldgeschiedenis in 20 minuten. En daarbij pak ik de 4 belangrijkste decennia als uitgangspunt. Ja, moet je doorlopen. Dan zou je beginnen bij de jaren 50, maar ik begin stiekem ietsje eerder. Het eind van de jaren 40, de blokkade van West-Berlijn. West-Berlijn was een westerse enclave in een communistisch gebied. En de Sovjets probeerden in die periode hun invloedssfeer in dat gebied te verhogen. En ze sloten eigenlijk de grenzen af. En het kwam alleen omdat Amerika een luchtbrug onderhield, meer dan een jaar lang,
tussen het Vrije Westen en West-Berlijn, waardoor dat niet lukte. Maar de toon voor de jaren daarna was gezet en de eerste krachtmeting tussen de grootmachten een feit. In diezelfde periode wordt de NAVO opgericht. Een verbond van een aantal landen die elkaar bijvoorbeeld beloven dat een aanval op één van hen voortaan wordt gezien als een aanval op allemaal. In de jaren 50 mondt dat uit in een heuse wapenwedloop. Er komen steeds meer wapens, die wapens worden ook steeds krachtiger. Dus aan de ene kant is er heel veel machtsvertoon, waarbij je bijvoorbeeld met parades op het Rode Plein de andere partij wilde doen geloven dat ze aan de vliezende hand waren. En tegelijkertijd is er het besef dat een echt conflict eigenlijk vermeden moet worden, omdat het waarschijnlijk de vernietiging van beide kampen betekent. En dat zie je mooi terug op deze cartoon. Je ziet aan beide kanten een leger met de meest prachtige bommen, maar een praktijk waarin ze eigenlijk kiezen om elkaar te beschieten met pijl en boog, om de ander vooral niet te veel uit de tent te lopen. Dus machtsvertoon aan de ene kant en de onderde realiteit dat een directe confrontatie tot het uiterste toe moet worden vermeden. Indirect is er wel gevecht. Bijvoorbeeld in Korea, waarin het land in twee wordt gesplitst en beide helften worden ondersteund door één van de twee grootmachten. In de Verenigde Staten zelf ontstaat in de jaren 50 een heuse heksenjacht op communisten onder leiding van senator McCarthy. Alleen het idee dat je linkse sympathie had, was in die jaren al voldoende om een heel zuur leven te krijgen. En aan de andere kant, in de Sovjet-Unie kennen we de Hongaarse opstand in 1956. Er leek daar sprake van de enige ontspanning na de dood van Stalin, maar toen Hongarije de dag te kunnen vertalen in wat meer vrijheden voor zichzelf als land, kwamen ze van een koude kermis thuis en werd de kaart ingegrepen door de Sovjets. In Nederland heerste in dit decennium de gedachte dat het gevaar vooral van binnenuit zou komen. We hadden hier geen McCarthyaanse toestanden, maar echt lekker was het leven niet als je communistische sympathie had. Er is bijvoorbeeld een citaat bekend van PvdA-leider Vermeer, die op een bijeenkomst hardop uitspreekt dat de eerste die na zondag nog een communistische hand drukt, zich medeschuldig maakt aan moord en verraad. Dat klimaat ongeveer. Het kabinet hanteert een nuanceerdere lijn. Die zetten eigenlijk in op de gedachte dat als het nou maar lukt om met z'n allen economische voorspoed te realiseren, dat dan eigenlijk de voedingsbodem voor linkse sympathieën vanzelf wordt weggenomen. Voor het gevaar van buitenaf wordt de Bescherming Bevolking opgericht, de zogenaamde BB. Een organisatie van vrijwilligers die tot doel heeft om het verzet te organiseren bij een onverhoopte aanval. En mochten we toch onder de voet gelopen worden, een soort stay-behind netwerk gaat worden om het verzet tegen de bezetter te realiseren met allerlei sabotageacties. We waren in die jaren al lid van de NAVO, maar heel eerlijk, een heel actieve rol speelden we niet. We waren eigenlijk veel te druk met de wederopbouw van ons land en met het beschermen van onze koloniale bezittingen. Daarbij speelt ook mee dat wij eigenlijk dachten dat we geen nucleair doelwit waren. Als we al geraakt zouden worden, zou dat zijn door een conventionele bom, een normale bom. Want we waren veel te klein en te onbelangrijk om zo'n dure bom op af te werpen. En dat besef is belangrijk bij de duiding van voorlichtingsmateriaal uit die tijd. U kent misschien wel de folders dat er mensen onder een bureau zitten te schuilen voor de atoombom en daar doen we wat lacherig over. Maar de werkelijkheid is dat die mensen op dat plaatje niet schuilen voor een atoombom, want die zouden toch niet op ons vallen. Ze schuilen voor een reguliere bom en dan helpt zo'n eikenhouten blad van het bureau wel degelijk bij zo'n aanval. Een spoor uit de jaren 50 wat nog steeds bestaat is bunker Caesar in Driebergen. Misschien kent u hem wel, vanaf het station gezien aan de andere kant van het pannenkoekrestaurant. Die bunker wordt in de oorlog gebouwd door de Duitsers op het landgoed Bornea en gebruikt door de Luftwaffe. En omdat die bunker zo duidelijk zichtbaar ligt aan de kant van de straat, wordt die gecamoufleerd, u ziet dat op het plaatje links, met geschilderde raampjes en zelfs een balkonhekje. Na de oorlog komt de eigenaar van Bornea thuis, jonkheer Clifford, en die treft tot zijn ontsteltenis zijn huis kapotgeschoten aan en een betonnen gevaarte op zijn terrein. En hij gaat herstellen en op een gegeven moment komt het Rijk langs en die zegt, joh, we kunnen wel helpen om dat ding op te blazen. Nou, zegt Clifford, ik heb er net nieuwe ruiten in zitten in mijn hele huis, dus laat me zitten. Ik gun die bunker aan de zoons van mijn chauffeur, die wil een handeltje beginnen met aardappels en fruit en champignons. En die bunker lijkt perfect, een beetje donker, constante temperatuur, dus daar gaan we voor. Helaas, het ligt niet aan de bunker, maar de handel mislukt. En dan meldt het Rijk zich opnieuw.
En die zeggen tegen Clifford van, joh, we zoeken eigenlijk een plek om wat militair materiaal op te slaan. En dat is maar de halve waarheid, maar met het oog op de verwachte weerstand van Clifford wordt dat iets luchtiger gebracht. En toch weigert Clifford nog steeds. En dan zegt Defensie, oké, dan gaan we onteigenen. En de bunker wordt van het Rijk en opnieuw gecamoufleerd door er een betonnen muur omheen te zetten met opnieuw nepkozijnen. Dus eigenlijk het idee van de Duitsers, maar dan in de 2.0 versie. En de bunker wordt onderdeel van de luchtverdediging. En dat zie je rechts op het plaatje. Rechts in de hoek zit een soort tafel waarop mensen met een soort stok vliegtuigers konden verplaatsen op een kaart. En van bovenaf kon je achter de ruit dan de situatie zien en daar als bevelhebber eventuele besluiten op baseren. Na de Koude Oorlog heeft het gebouw geen functie meer voor de luchtmacht. Het wordt afgestoten en is nu in gebruik als kantoorpand. Aan één kant is de bunker opengemaakt voor de lichtinval en de luchtverversing. Maar je ziet nog steeds aan de kant van het pannenkoekrestaurant door de kozijntjes heen de betonnen muur van de bunker en de camouflage van destijds in volle glorie. De jaren 60. Aan het begin van de jaren 60 wordt het symbool van de Koude Oorlog gebouwd, de Berlijnse muur. Een poging van de Sovjets om het ijzeren gordijn letterlijk te verstevigen. En de eerlijkheid is dat dat lukt. Natuurlijk kennen we allemaal de verhalen van die spectaculaire ontsnappingen, maar er zijn er maar heel weinig. De realiteit is dat veel mensen het niet eens meer proberen en dat de mensen die het proberen vaak worden gepakt en meer dan 100 mensen vinden zelfs de dood bij hun vlucht uit het oosten. Nog spannender wordt het 10 jaar later in Cuba. Dat land is 10 jaar eerder communistisch geworden, zeer tegen de zin van de Amerikanen in. Maar het wordt echt spannend als Kennedy ontdekt dat er raketinstallaties van de Russen staan op het eiland. En zelfs dat er boten met kernkoppen onderweg zijn naar Cuba. En dat gaat de Amerikanen te ver. En Kennedy eist van de Sovjet-leider Khrushchev dat zijn boten voor een bepaald punt op de oceaan keren. En de wereld haalt opgelucht adem als Khrushchev op het allerlaatste moment inbindt. De Verenigde Staten storten zich in de jaren 60 in een avontuur in Vietnam. Wat helemaal misgaat, maar dat weten ze dan nog niet. En de Sovjets overkomt eigenlijk hetzelfde als in 1956 met Hongarije, met de Praagse lente in 1968. Opnieuw een land wat zichzelf denkt enige vrijheid te kunnen veroorloven, wat absoluut niet wordt toegestaan door de leiders in Moskou. De strijd tussen de grootmachten speelt zich niet alleen af op het land, maar ook in de ruimte. En lange tijd zijn de Sovjets aan de winnende hand. Zij weten in de jaren 50 de eerste satelliet in de ruimte te krijgen, het eerste hondje, Laika, en in 1961 bereiken ze een hoogtepunt als Yuri Gagarin de eerste mens in de ruimte wordt. En het duurt tot het eind van het decennium voordat de Amerikanen de leiding overnemen door Neil Armstrong als eerste mens op de maan te zetten. It's a small step for man, u kent het ongetwijfeld. Nederland kent in dit decennium een enorme welvaartsgroei. Dat komt uiteraard niet door de Koude Oorlog, maar het helpt natuurlijk wel om een bepaalde gemeenschappelijke vijand te hebben om de eensgezindheid onderling te bewaren. Tegelijkertijd ontstaat in deze jaren het besef dat het Sovjetgevaar misschien wel groter is dan we altijd dachten. U ziet op de sheet een Poolse kaart en het is wat moeilijk te zien, maar de linkerhelft is eigenlijk het gebied van Nederland en daarop staan rode atoombommetjes. Oftewel, wij waren wel degelijk een nucleair doelwit. En dat betekent wat? Het betekent bijvoorbeeld dat het beleid rondom schuilplaatsen anders moet. Er moeten er veel meer komen. Ze moeten veel steviger zijn. Je moet er ook langer in kunnen verblijven. Want het probleem bij een atoombom is niet alleen de klap zelf, maar ook de radioactieve straling, aan de fallout die na afloop blijft hangen in het gebied. De BB reorganiseert. Het moet allemaal veel slagvaardiger. En we zijn nog steeds lid van de NAVO, maar opnieuw bijzonder passief. Daar komt bijvoorbeeld bij kijken dat wij in 1965 Nieuw-Guinea moeten afstaan. En stiekem hadden we daar wat meer steun bij de Amerikanen verwacht om het te mogen houden. Laat ik het zo zeggen, het hielp niet bij onze behoefte om een stapje extra te zetten. Een spoor uit de jaren 60 is Fort Nieuwe Sluis. En ik voel u denken, dat is toch veel ouder dan de jaren 60, dat is zeker zo. Fort Nieuwe Sluis heeft een basis die al afstamt uit het eerste kwart van de 17e eeuw als een nieuwe sluis in de vecht
wordt beschermd. En die versterking wordt opgenomen in de Oude Hollandse Waterlinie, in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij wordt een paar keer vergroot, uitgebouwd. En in 1882 heeft het een omvang bereikt die groter is dan het hele dorpje Nieuwesluis zelf. Maar in de Tweede Wereldoorlog blijkt dat de waterlinie als hoofdverdedigingslinie zo lang zijn tijd heeft gehad. En in 1960 wordt bij koninklijk besluit de vesting Nieuwesluis opgeheven. En dat geldt voor heel veel forten. En veel daarvan komen daarna in een periode van verval terecht of als vleermuizenreservaat. Maar Fort Nieuwesluis krijgt een doorstart. Nieuwesluis wordt door de BB aangewezen als een van de drie provinciale hoofdkwartieren van de bescherming bevolking. Naast een verkapt woonhuis in Doorn, een verdwenen bunker in Utrecht, wordt Nieuwesluis een van de drie commandocentra onder het landelijke hoofdkwartier in Lunetten bij Utrecht. En het bijzondere van Nieuwesluis is dat de buitenkant dus 19e eeuwse fortbuitenkant is, maar je kunt mee met een rondleiding van natuurmonumenten en dan tref je binnen het vrijwel authentieke interieur aan uit de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Links de werkplekken en rechts zit mijn eigen zoon Julian op de fiets te bewijzen dat de luchtverversing nog steeds werkt. De jaren 70. De jaren 70 kenmerken zich door een periode van wereldwijde ontspanning. Op de foto ziet u de Amerikaanse president Nixon en zijn tegenhanger Brezhnev bij de ondertekening van de SALT-akkoorden. Eigenlijk een ommekeer in de wapenwetloop, want hierin wordt afgesproken dat beide landen de kernwapens zullen afbouwen. Vietnam wordt een drama. Ondanks de inzet van middelen als napalm lukt het de VS niet om het land onder controle te krijgen en ze besluiten tot een aftocht. Het wordt een drama voor de inwoners van het land, maar ook voor de reputatie van Amerika zelf. En het is eigenlijk des te bijzonderer dat de Russen even later in dezelfde soort wespennest stappen met de inval in Afghanistan. En met de kennis van nu kunnen we misschien zeggen dat er toen zaadjes zijn geplant voor terroristische groeperingen waar we vandaag nog steeds mee te maken hebben. Ook Nederland kent die periode van ontspanning. Eigenlijk gelooft niemand in de jaren 70 nog in een derde wereldoorlog. En als je vertelt dat je vrijwilliger bent bij de BB, word je in die jaren vooral een beetje meewarig aangekeken. Sterker nog, er ontstaat zelfs weerstand tegen onze eigen bondgenoot, de VS, door de verhalen die uit Vietnam binnenkomen. En nog sterker, ontstaat er zelfs sympathie voor allerlei ideeën die juist voor het communisten zijn. Allerlei kerkgenootschappen beginnen hun geloofsgenoten te ondersteunen aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. En de vredesbeweging onder leiding van mensen als Mientjan Faber krijgt een belangrijke stem in het maatschappelijke debat. Een spoor uit de jaren 70, de Noordertunnel. Dit is de voetgangerstunnel onder Utrecht CS. En het mooie hiervan is, dit is Koude Oorlog erfgoed. En dit is een prachtig voorbeeld van erfgoed waar elke dag duizenden mensen, nou misschien nu met corona wat minder, maar duizenden mensen doorheen lopen zonder te beseffen dat ze in Koude Oorlog erfgoed lopen. Want de tunnel, dat was de schuilplaats. En die kon je ter hoogte van de perronopgangen dichtzetten met rode schotten, zoals nu nog te zien is op de linkerfoto. De Noordertunnel bood plaats aan 2000 mensen. Daarmee was het een van de grotere schuilplaatsen in de regio. En er waren zelfs douches bij de ingang om eventuele radioactieve straling af te spoelen voordat je naar binnen ging. Dat is het goede nieuws. De kritiek op de Noordertunnel is dat 2000 mensen veel lijkt, maar natuurlijk volstrekt ontoereikend was geweest als er daadwerkelijk een luchtalarm was geweest en alle mensen die niet meer op tijd thuis hadden kunnen komen in die schuilplaats hadden willen zitten. En je zou maar bij de deur hebben moeten staan om tegen de een te zeggen, jij mag nog net naar binnen en jij niet meer. Het andere nadeel was dat je er maar 48 uur kon verblijven. En dat was beter dan niets, maar natuurlijk volstrekt te weinig om veilig naar buiten te kunnen als er daadwerkelijk een atoombom was geweest en de straling nog in de lucht hing. Maar goed, de Noordertunnel. Rechts de machinekamer, die is tot een paar jaar geleden nog zichtbaar geweest vanuit de tunnel, maar die is verdwenen bij de laatste verbouwing van Utrecht CS. Maar de rode schotten zijn nog steeds herkenbaar als u de wandeling door een tunnel een keer zal ondernemen. De jaren 80. In de jaren 80 begint Ronald Reagan in de VS aan een nieuwe wapenwetloop met de veelzeggende naam Star Wars. En de wapenwetloop ontbrandt weer en wordt thema in talloze Hollywoodfilms en popliedjes. Ik heb hier een plaatje van Rocky IV, maar ik had echt keuze te over wat nou symbool zou staan voor dit tijdvak.
Je ziet het ook in de sport. Normaal moet sport verbroederen, maar het krijgt ervoor in deze jaren eigenlijk niet de kans. De Russen ontbreken in 1984 in Los Angeles en 4 jaar daarvoor waren de Amerikanen al de grote afwezigen bij de Spelen in Moskou. In de Sovjet-Unie komen een aantal hoogbejaarde leiders aan de macht. En eigenlijk staan die symbool voor de aftakeling van het Grote Rijk. Pas in 1985 komt er met Gorbachev een nieuwe energieke leider aan de macht. En die ziet het gevaar voor de Sovjet-Unie. En hij probeert de tij nog te keren met termen als glasnost, openheid en perestroika, hervorming. Maar het is te laat. De ineenstorting van het Rijk is onafwendbaar. In 1989 ontstaan de eerste gaten in het ijzeren gordijn. En dat mondt uit met de val van de muur. En 2 jaar later het eind van de Sovjet-Unie. In Nederland is er in het begin heel veel scepsis tegen de nieuwe wapenwetloop. In 1981 en 1983 vinden er 2 massale demonstraties plaats tegen de plaatsing van kernraketten. En er wordt in Nederland wel vaker gedemonstreerd, zoals u weet. En de boeren en het zorgpersoneel en de leraren doen verschrikkelijk hun best. Maar de aantallen van begin jaren 80 worden tegenwoordig bij lange na niet meer gehaald. Het sentiment kantelt als halverwege de jaren 80 nieuwe misstanden uit het oosten Nederland bereiken. En daarbij wordt duidelijk dat we aan de winnende hand zijn. En u kent het liedje van Herman Brood en Henny Vrienden. Als je wint, dan heb je opeens vrienden. Dan mijn favoriete spoor uit de Koude Oorlog, de McDrive in Huis de Heide. Dit is de eerste McDrive van Nederland. En die ligt daar niet voor niks. De hamburgerketen zocht natuurlijk naar een goede plek om zijn nieuwe fenomeen om eten te kunnen bestellen vanuit de auto te kunnen positioneren. En waar kon dat nou beter dan in de buurt van de Amerikanen die al bekend waren met dit fenomeen in hun thuisland? Die Amerikanen hadden hier sowieso hun eigen minimaatschappij gecreëerd met een school en een sporthal en een supermarkt en een auto-importeur en nu zelfs een eigen restaurant. Het hielp ook dat de Amerikanen niet in hun uniform naar een restaurant mochten gaan. Maar hier konden ze in de auto blijven zitten en dat was toegestaan. Dus het trok enorm veel klanten. Eerst vooral van Amerikanen, maar ook veel Nederlanders die vonden het fantastisch om een keer dit uit te proberen. Ik vond pas een citaat van Thomas Friedman. Die heeft uitgevonden dat er nog nooit oorlog is geweest tussen 2 landen nadat ze allebei een vestiging van de McDonald's hadden. En daar heb ik over nagedacht van wat zegt dit nou? En Friedman die legt uit dat als er eenmaal een middenklasse is die voldoende geld heeft om de hamburgers te kopen, dat diezelfde middenklasse ook opeens heel veel te verliezen heeft bij een oorlog. En dus langer dan anders zal blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing. Ik vind het een mooie gedachte. Dat we onze eerste McDonald's te danken hebben aan de Koude Oorlog. En dat we er daarna een beetje door werden beschermd. Dit was het verhaal van de belangrijkste mijlpalen. Ik heb u 4 verhalen verteld over nog zichtbare restanten van die Koude Oorlog in de provincie Utrecht. En die zijn onderdeel van een grote verhaal. We hebben vorig jaar tussen de 20 en 30 locaties beschreven die in Utrecht nog te vinden zijn en een stukje vertellen van deze fascinerende tijd. U vindt de link hier op de sheet, dus kijk u gerust eens. Het is een verzameling verhalen over dingen die je nog echt kunt zien. En door het verhaal erbij gaat het hopelijk meer leven en gaat u er ook een beetje van houden. En we hebben gezocht naar spreiding. Een spreiding over de 4 decennia. Een spreiding over militaire versus civiele objecten, maar ook een spreiding over de provincie, zodat ik hoop dat iedereen die nu kijkt iets in zijn eigen achtertuin kan vinden. Dit was mijn verhaal. Ik hoop dat u het interessant vond en ik wil u nog 1 ding meegeven. Thuis achter uw laptop bent u waarschijnlijk helemaal veilig, maar zodra u de straat opstapt, dan houden ze u nog steeds in de gaten. Dank u wel. Ja, dankjewel Peter. Ademloos geluisterd. En ik denk ook de mensen achter hun scherm. Wat weet je er veel van, man? En dat voor iemand die uit de bankwereld komt. Er zijn best wel wat vragen binnengekomen. Niet heel veel, maar wel een aantal hele leuke. Ik denk dat je verhaal gewoon echt zo duidelijk was dat dat ons heel veel heeft gebracht. Dus Anton uit Zeist die stelt de vraag, de Koude Oorlog heeft Nederland heel veel gekost. Is dat achteraf niet zonde geweest? Ja, dat is de klassieke vraag, Anton. Natuurlijk, het heeft heel veel gekost. En de eerlijkheid is ook dat heel veel investeringen
met de kennis van nu ja, voor niets zijn geweest in die zin dat ze nooit zijn gebruikt. Maar dat geldt ook voor de waterlinie en dat geldt eigenlijk voor heel veel legers. En de vraag is dan, ja, was het nou zonde van het geld of is er juist iets gebeurd omdat die investeringen zijn gedaan en had het een bepaalde afschrikwekkende werking? Het is met de kennis van nu makkelijk om te oordelen over dat het allemaal wel heeft meegevallen. Maar ik denk dat als je er middenin zat in die Koude Oorlog, dat op een aantal momenten echt heel spannend is geweest. En mensen toen blij waren dat er tenminste iets bestond aan verdediging en schuilplaats. Deze vraag, dankjewel, die sluit er wel een beetje op aan van Maarten uit Utrecht. Wat is er nog merkbaar van de Koude Oorlog? En daar staat erbij, of wat is er nog steeds merkbaar van de Koude Oorlog? Ja, dat zal voor iedereen denk ik verschillend zijn. Als je het geopolitieke spel voelt en alle spanningen die er nog steeds zijn tussen Rusland en Amerika, maar ook China die is natuurlijk steeds nadrukkelijker profileert als wereldmacht, dan kun je zeggen dat de Koude Oorlog op een bepaalde vorm nog steeds aan de gang is. En dat Nederland als lid van de NAVO zich er ook niet van kan onttrekken. Als een van onze lidstaten zou worden aangevallen, dan zijn wij verplicht, moreel, maar ook vanwege de verdragen, om mee te doen. Dus het lijkt nu relatief rustig, maar het kan zo weer oploppen. En dan zou je dan kunnen zeggen dat de situatie die er nu is tussen Amerika en China, Hongkong, dat ook een vorm van koude oorlog is? Ja, ik wil het niet de politiek maken, maar zoals Trump vanochtend heeft aangekondigd, zoals Trump vanmorgen heeft aangekondigd dat je Hongkong nu gewoon ziet als onderdeel van China en alle privileges voorbij zijn. Ja, maar Trump heeft natuurlijk wel een president te pakken die in staat is om met één verkeerde handeling olie op het vuur te gooien. Ja, ja. Ja, dat is spannend. Ja. Dat is dan eufemisme om het maar zoiets, zo uit te drukken. Ja, ja. Ja. Andere vraag van Alex uit Utrecht. Wat is voor jou de meest bijzondere plek in de provincie qua herinnering aan de Koude Oorlog? Ja, ik heb er niet mogen verdiepen, dus ik ken er nu heel veel. Maar voor mij is de vliegbasis het meest tekenend. Vanuit mijn jeugdherinneringen, vanwege de omvang. Ik denk ook vanwege het heel lang geheime karakter. Het heeft iets mystieks. En de verhalen die erbij horen. En ik denk dat op de vliegbasis dan de oude Amerikaanse commandobunker wel het summum is. Ik heb er vorig jaar meerdere keren in mogen lopen voor de voorbereiding van het event. En dat is de bunker waar, als het misgegaan was, 65 mensen tot 3 weken lang hadden moeten kunnen verblijven om de strijd tegen de Russen te coördineren. En je gaat naar binnen door een soort hele zware deur. Het pand zou bestand zijn tegen alles wat de Russen destijds konden inzetten, nucleair, biologisch, chemisch. Maar je voelt de beklemming door die deur. En alleen al het idee dat je daar 3 weken had moeten verblijven, ja, het is nooit getest. Maar ik denk dat een deel na een week gillend gek geworden was. Nog even los van de vraag of als de bom was gevallen, of je alweer naar buiten had moeten willen komen. Ja. Want wat tref je dan aan? Ja. Ja, ik ben er ook een paar keer geweest, maar ja. Je moet er niet aan denken dat nee, je daar... Fascinerend, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Waanzinnig. Laatste vraag. Functioneert die Noordertunnel nog steeds als potentiële veilige schuilplaats? Of is dat veel te veel veranderd? Nee, het is nu een relict geworden. Die schuifdeuren zijn nog te zien. Maar de machinekamer, wat toch een onlosmaak onderdeel is voor de luchtverversing, die is buiten gebruik. Dus mocht het weer optreden, dan zullen we andere oplossingen moeten verzinnen dan de Noordertunnel weer aanzetten. Alright. Ja. Peter, dankjewel. Heel graag gedaan. Het was echt superleuk. Dankjewel. En nou, we hebben aardig wat vragen ook binnengehaald. Wat leuk om te doen. Nou, super. Ik applaudisseer. Ik weet dat er achter de computer ook het een beetje raar zo geapplaudisseerd wordt. Ja. Ja, dat brengt ons helaas aan het einde van deze alternatieve vrijwilligersdag die we voor jullie hebben georganiseerd. Ik hoop dat het leuk was. Mijn collega's hebben er ongelooflijk hard aan gewerkt om het allemaal technisch voor elkaar te krijgen. Hier en daar een klein hiccup, maar dat hoort bij zo'n nieuw fenomeen waar we ons op richten nu op dit moment. Ik dank jullie allemaal dat jullie de moeite hebben genomen om bij ons te zijn vandaag. Het was een groot genoegen om jullie gastheer te zijn. Ik hoop echt, en met mij mijn collega's ook, dat wij vanaf volgend jaar, misschien eerder, elkaar weer live kunnen zien op locatie. Dat we elkaar de hand kunnen schudden, dat we opgelucht adem kunnen halen en veilig en gezond zijn. Met die woorden sluit ik af deze bijeenkomst. Maar niet nadat ik jullie geattendeerd heb op het feit dat wij nog een enquêteformulier hebben. Hopen dat jullie die invult, kunnen leren van wat wij vandaag voor jullie hebben mogen organiseren.
En dat we dat voor een volgende keer, hetzij live, hetzij online, beter kunnen doen dan we vandaag gedaan hebben. Maar met twee van die fantastische sprekers zoals we vandaag gehad hebben, sluit ik met plezier en genoegen en tevreden af. Dank ik mijn collega's voor al het werk dat ze verricht hebben. En ik hoop jullie allemaal snel binnenkort persoonlijk te mogen zien. Dank jullie wel, hele fijne dag en ik hoop tot gauw.